Het album waar de makers, de auteurs van de stripschapspenning uitgereikt krijgen. Verdiend weliswaar. En echt verdiend. Windig en de Jong. Als ik nou dit boekje weghaal, dan ziet u ze zitten. Aan deze kant, hier, dat is René Windig. Daar zit Eddy de Jong. En er is nog een derde persoon in het spel. Daar komen we straks ook nog toe. Paul Bodoni, u wel bekend allemaal. Allemaal hele beroemde striptekenaars. Maar deze twee mensen hebben dus de stripschapspenning wel verdiend. René, aan jou de eerste vraag. Vind je het echt dat je hem verdiend hebt? Ja, het is wel verdiend. Hoe denk jij erover, Eddy? Ja. En een buitenstaander wat betreft dus Vernerenbak. Nou, ik heb het ze voorspeld namelijk. Dat weet ik nog heel goed toen we de drukproeven doornamen. Dat ik zei, dit is het beste album wat er in Nederland dit jaar is verschenen. En, nou, dat is uitgekomen, vind ik wel leuk. Prima. Ik zal jou mijn albums in de toekomst ook eens laten zien. Je weet maar nooit. Vernerenbak lees ik hier. En er is nog een ondertitel. Boek vol vertwijfeling en hoop. Jongens, nou vind ik Vernerenbak een ontzettende leuke naam, maar boek vol vertwijfeling en hoop. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Vertel eens wat. Aan wie mag ik dat vragen? Vol vertwijfeling en hoop. Hoe komt dat? Omdat dat in onze harten was, vertwijfeling en hoop. Het is in je hart gekomen. Ja, het boek zou eerst Den Kraaienmars heten. Waarom? Omdat we van plan waren om die te blazen, dat we ermee op wilden houden. Dat staat ook onder de letters. Een kenner kan het zien dat er onder nog zichtbaar is. Den Kraaienmars. Want we wilden ermee ophouden op het moment dat we het maken. Ja. Dat heeft er gestaan dus, Den Kraaienmars. Ja. Het was echt de bedoeling om ermee op te houden? Vertel eens, Eddy. Ja, dat... Waarom ermee ophouden? Het gaat zo goed. Maar toen niet. Dat is alweer 2 jaar geleden. En, zaten we echt in de put. En het blaadje wat waarde gezellig en leuk, dat kwam eens in de 2 jaar uit. En dat zagen we niet meer zitten. En op een gegeven moment zagen we dus weer eens uitdroevenis in een café. En toen zaten we ook een steltje punkers zaten bij het raam. En we hoorden opeens citatie uit ons werk. En, een of andere vogel die was iets kwijt en toen begon die van een ander te zeggen zo, gestolen dus en zo. En, in de ouderwetse Dick Bosstaal. En toen, René die begon meteen te kijken en te luisteren. En toen die vogel zei, wat moet je mee of zoiets? Wat moet je mee, ik zei niet tegen mij. Maar het was wel. Maar we liepen ons wel door het dal heen. Toen besloten we acuut om weer door te gaan. Een soort phoenix. Jullie kwamen uit de as terug eigenlijk al. Voordat je al verbrand was eigenlijk. Een as gerezen, ja. Jullie doen dat met z'n tweeën, hè? De Vernerenbak. Ja. Hoe is de taakverdeling? Even kort, maar wel krachtig. Het kan niet kort, want het is... Dan maar krachtig. Met z'n tweeën. Dus alles met z'n tweeën. Een anekdote over vertellen. Dat gebeurde ons laatst. Toen moesten we haringen tekenen. En toen weigerde ik dat te tekenen omdat ik zei dat het etenswaren waren. En hij weigerde te tekenen omdat hij zei dat het dieren waren. En ik tekende dieren en hij tekende de etenswaren. Dus die bleef... Heb het gezien. Dus dat geeft nog wel eens moeilijkheden tussen jullie. Slaande ruzies? Nee, nooit. Nee. Ja. Maar jullie doen dat samen ook, Dick Bos en zo. Dat gaat ook allemaal... Ja. Gezellig en leuk. Dat is een periodiek, als ik het wel heb. Hè? Dat wordt verzorgd door meerdere mensen, hè? Wel, ja. Dat deden we altijd... tot op heden deden we het altijd met z'n tweeën. Maar nu we dus... weggelopen zijn bij de balloon, of eigenlijk de balloon afgelopen is. Zijn we met die balloon mensen verder gegaan in gezellig en leuk. Dus Paul, ik ben nu ook ineens gezellig en leuk. En dat houdt in dat je in hun atelier tot je enkels door de peukies waart.
en dat blad meemaakt. En ik ben gebombardeerd tot directeur van Gezellig en Leuk. Maar het inspireert wel. Ja, het inspireert wel, want ik weet wel, ik kwam met mijn eerste 4 pagina's aan. Die werden op slag afgekeurd, want die waren niet gezellig leuk. Die waren zelfs bijzonder zwartgallig. Chagrijnig. En die moesten over. Dus ik moest weer iets anders bedenken. Daar had ik nog maar 5 dagen de tijd voor. Maar ja, dan word je wel... Maar dit periodiek, gezellig en leuk, dat gaat in eigen beheer, hè? Aan wie de vraag? Aan de directeur. Wij betalen tegenwoordig zelf voor onze pagina's. Dus je betaalt per pagina. Daar moeten we meer tekenaars hebben. Ja, daarom moeten we meer tekenaars hebben. In het volgende nummer komen er ook meer tekenaars. Ik hou hem aanbevolen. Ja, we zijn dus nu met z'n 5. En waaronder Mark... Mark Smeets. En Aart Klerks, de godvader van de Nederlandse strip noemen we hem. En dat is hij ook. We zien dit wel helemaal zitten zo. En Aart Klerks heeft ook een revolutionair kleurscheidingsprocedé ontwikkeld. Waardoor we in staat worden gesteld om kleurige omslagen te maken voor weinig geld. En het volgende nummer heeft ook een kleuren binnenbijlage. Dus de toekomst ziet er voor jullie heel goed uit. En voor ons lezers. Een wat andere vraag, ik wil hem toch even stellen. Is er van te leven, mensen? Van het niet meteen lachen. Van het tekenen leven we niet. We leven van de bijstand. Paul, daardoor kan je gelukkig dus tekenen. En je tekenen, ja. En daardoor kunnen we het in eigen beheer doen. Zou we wel willen alleen maar van leven, maar het ogenblik is nog onmogelijk. Nou, maar dat komt wel goed als ik het zo door heb. Zeker met zo'n directeur nou. Paul, daar moet jij voor zorgen. Ja, nou, tot voor kort kon ik wel van tekenen leven. Maar nadat de VNU het verstandig vond om het prachtige kinderblad, het beste kinderblad wat er ooit in Nederland is geweest, de Jippo, om dat op te heffen, zijn er misschien wel 100 schrijvers en tekenaars broodloos geworden, waaronder ik. En nu zit ik dus ook in de bijstand. En, eigenlijk een prachtige taak voor jullie om zoiets voor te zetten, hè? Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Zeker weten. Daar hopen we dan op. Daar wachten we op. En ik verwacht, Paul, jou volgend jaar een of andere prijs te krijgen hier van Stripschap. Hè? Ja. Dat vinden we wel. Jongens, hartelijk dank voor dit uitvoerige interview. Misschien wil je nog wat kwijt wat ik vergeten ben te vragen, zeg het maar. Nee. Zou chagrijnig worden. Nee, laten we het zo doen. Laten we het gezellig en leuk houden, jongens. Nog veel succes. Bedankt allemaal. Na dit interview was men niet zo tevreden. We gaan nu vechten, maar dit moet niet opgenomen worden.